De grafische industrie beleeft moeilijke tijden. De afgelopen 10 jaar verdwenen er in Nederland liefst 800 drukkerijen. Dwars tegen de malaise in opereert Henk Kurstjens, directeur van Henk Grafie Media Center. Hij bundelt de 3 drukkerijen samen in een splinternieuw gebouw op het industrieterrein in Bijlveld, gemeente Venlo. En dat midden in de storm van de economische crisis. 2009 is toch wel een moeilijk jaar geweest, moet ik eerlijk zeggen. Het samenvoegen van 3 organisaties heeft heel veel kosten met zich meegebracht. Dan merk je toch uiteindelijk dat er dip in de markt komt, die ook wij natuurlijk voelen. Maar door het onderscheidende vermogen wat we op dit moment hebben, ten aanzien van het CO2-neutrale verhaal, mag ik eerlijk gezegd niet klagen. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, het onderscheidende vermogen is dat wij heel ver zijn gegaan in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle afvalstoffen worden op een bepaalde manier afgevoerd, heel veel ook gescheiden. Maar het allerbelangrijkste is dat er hier geen fossiele brandstoffen binnenkomen. Dus daar wil ik mee zeggen, er is geen gasaansluiting in het pand. En alle restwarmte van de persen wordt middels watertransport gebruikt om de kantoren te verwarmen. Maar ook om op te slaan in een warme bron 120 meter onder de grond. En die warmte pompen wij in de wintermaanden weer op. Dat klinkt als een mooi milieuverhaal. De schoorsteen moet ook roken. Levert het ook een nieuwe afzetmarkt op? De overheid heeft gewoon gezegd van ja, vanaf 1 januari gaan wij 100% duurzaam inkopen. De semi-overheden, dus de gemeentes en dergelijke, gaan voor 75% duurzaam inkopen. En daar ligt voor ons toch een markt. Als je kijkt, de overheid geeft het voorbeeld. En je ziet ook dat heel veel grote bedrijven willen volgen. We hebben hier bedrijven bij zitten, noem dan even de naam op, als de Leaseplan bijvoorbeeld. Die zelf alleen maar bezig zijn met het gele label, het groene label, puur alleen de CO2-uitstoot. Nou, dat soort klanten past heel goed bij ons. In deze tijd een grote investering doen van 7,5 miljoen euro... Heb je daar als directeur nooit slapeloze nachten van gehad? Nou, nee, slapeloze nachten heb ik niet gehad. Maar natuurlijk, als je op dit moment de vraag stelt van wat zou je op dit moment hebben gedaan, had ik misschien iets anders gedaan. Maar uiteindelijk, alle beslissingen zijn genomen in 2007, 2008. Er was geen vuiltje aan de lucht. Van de andere kant kan je ook zo redeneren. Als we zo meteen uit deze recessie komen en de markt trekt weer aan, de eerste positieve berichten zijn nu ook op de radio. Je hoorde gisteren bijvoorbeeld over de huizenmarkt die toch weer in beweging komt. Nou, uiteindelijk, dat geeft ook weer heel veel consumentenvertrouwen. Maar belangrijker is voor mij op dit moment, is, ik denk dat wij hier met een hele grote voorsprong uit gaan komen. Want eer andere bedrijven weer kunnen gaan investeren, zullen ze toch een aantal jaren goede cijfers moeten neerleggen. En ja, nogmaals, onze voorsprong wordt eigenlijk door de recessie alleen maar vergroot. De afgelopen 10 jaar zijn er 800 drukkerijen in Nederland verdwenen. Een handvol drukkerijen in Venlo en omgeving zijn ook failliet gegaan of overgenomen. Hoe ziet de markt op dit moment eruit? Nou, er is pas een onderzoek geweest door de ING-bank. En de ING-bank, of ING-lease was het dan eigenlijk, moet ik eerlijk zijn. ING-lease zegt eigenlijk alle bedrijven, grafische bedrijven, tot 5 medewerkers hebben bestaansrecht. Als ze aan een baliefunctie voldoen. Alle bedrijven boven de 20 medewerkers hebben ook een bestaansrecht, omdat die nog redelijk goed kunnen investeren. Maar dat geeft wel aan dat de allergrootste groep, ik denk 80% van de drukkerijen, die tussen de 5 en de 20 medewerkers zit, dat die het gewoon heel erg moeilijk gaan krijgen. Wat zijn de verwachtingen voor 2010? Ik vind het een hele moeilijke vraag. Als u mij die vorig jaar had gesteld, dan zou ik hebben gezegd van nou, 2010, dat wordt een topjaar. Dat durf ik nu alvast te zeggen. Maar ik denk op dit moment, we zitten toch nog met de naweeën van de recessie. We zitten nog altijd in onze branche met een overcapaciteit. 2009 is over de hele branche 22% minder drukwerk gemaakt. Nou, dat geeft links-rechts persstilstanden. Nou, daar gaan heel veel ondernemers gekke dingen doen. Onderkostprijs werken, noem maar op. En dat is eigenlijk, ja, het eerste gevecht wat er dan komt, maar ook tevens als je niet goed oplet, een doodsteek. Want uiteindelijk, als wij een product van 1000 euro maken en nu vanwege de recessie daar 700 euro voor vragen, en volgend jaar tegen de klant zeggen, nu moet ik er weer 900 hebben, ja, dat gelooft je klant niet. Dus wij proberen in ieder geval ons van de prijsdumping te distancieren.